Nou, ik ben Bo. Ik ben een van de leden van het jonge jury boekgenootschap en ik heb het boek Upgrade gelezen. Als ik hem samenvat, het gaat over Remy, die 12 jaar is. Zijn ouders komen om bij een bomaanslag en hij wordt naar een klein eilandje bij Groenland gebracht. En daar hebben wetenschappers een wereld gebouwd onder een hele grote, gigantische stolp. En hij wordt ingedeeld bij een groepje jongeren, de Neoten. En samen met een vriend probeert hij eigenlijk te achterhalen wat de reden is dat ze daar op dat eilandje in die vreemde wereld zijn. Klopt dat, Bo? Ja, dat klopt. Nu heb ik een vraag voor jou. Stel je voor, je wil een van de hoofdpersonen in het echt ontmoeten. Wie zou dat zijn en wat zou je hem willen vragen? Oh, ik twijfel dan tussen Remy en Emma. Dat zijn eigenlijk de twee grootste personen in het boek. En ja, ze hebben allebei heel veel positieve kanten en heel veel dingen waarvan ik heel erg veel zou kunnen leren. Verschillende karaktereigenschappen, maar ze zijn ook allebei heel erg slim. Maar allebei op verschillende manieren. En als je moet kiezen? Dan ga ik denk ik toch voor Emma. Oké. Okay. En als je iemand zou moeten zijn, is dat dezelfde of kies je dan voor iemand anders? Nee, dan ga ik denk ik dan toch voor Remy. De dingen die hij kan, die sluiten heel erg goed bij mij aan. Maar toch zijn geschiedenis, wat er allemaal bij hem is gebeurd, is zeker niet leuk. Dus dat zou ik eigenlijk ook weer niet willen. Maar okay. De meeste personages hebben iets verschrikkelijks meegemaakt, helaas. Klinkt spannend. Zeker. En als jij aan de kijkers van het filmpje zou willen zeggen waarom zij dit boek zouden moeten lezen en waarom jij het in één ruk hebt uitgelezen? Nou, jij komt in een hele nieuwe wereld terecht en het is toch ook heel realistisch, zeker het begin. Het zou gewoon zo een dorp verderop gebeurd kunnen zijn en dat maakt het ook dat je erin vast moet zitten. En elke keer gebeurt er weer iets nieuws met Remy en Emma en daarom wil je ook weten hoe het uiteindelijk eindigt. En dat blijft eigenlijk tot het einde van het boek zo. Klinkt goed. Heb ik nog een laatste vraag aan jou, want jij bent de leesexpert en we doen hier een kleine leestest. Beantwoord dit zo eerlijk mogelijk, naar eer en geweten. Trek twee kaartjes en beantwoord ze. Kaartje 1, kaartje 2. Oké, waar lees je het liefst? Nou, dat is dan denk ik toch op mijn bed, boven, in mijn kamertje. Gewoon omdat het lekker rustig is, helemaal niemand. Of buiten in het weiland. In het weiland? In het weiland. Die had ik niet verwacht. Nee, zeker niet. Dat is een tip voor iedereen die nu kijkt. Ga naar het weiland. Gewoon lekker rustig, waar niemand je kan storen. En je tweede vraag? Wat zou je willen zeggen tegen jongeren die niet zo vaak lezen? Probeer het. Raak verzeld in nieuwe werelden. Leer nieuwe dingen van andere personages. Er zijn zoveel dingen die je niet weet. Die boeken je nog kunnen leren. Probeer het vind ik een hele goede afsluiter. Dankjewel, Bo.